gaan we beginnen? Ja, weet ik veel. Nou, we kunnen dan wel lachen, zoals je ziet. Ja, gelukkig. Dit is een echte lach en dit trouwens ook, maar... We stoppen dus. En hoe gaan ze dat vertellen? Ja, weet ik veel. Ik kan toch ook niet gewoon zeggen? Nee, we gaan het in ieder geval niet samen vertellen, maar het is zo raar, want... We vinden het ontzettend leuk om nieuwe video's te maken en te publiceren, maar... Ja. Serieus? Zo'n belangrijke video en jij zet je telefoon niet op. Oké, sorry. Oké. We zitten hier dus in de keuken, nou ja, in de aan tafel. Ik kom niet eens uit mijn woorden. Hier zitten we dan. Geflipt vinden we nog steeds echt heel leuk. En het maken van video's vinden we ook heel, heel tof en doen we met heel, heel, heel veel plezier. Maar soms kom je gewoon op een punt dat je... Mensen niet meer kan geven wat je graag zou willen. En ja, dat punt... Dat hebben we nu bereikt. Ja, of zoiets. Dus jongens... Ik weet ook niet hoe ik het moet uitleggen. Grapje! Ja, want wat moet je nou, hè? Als Enzo Knol en D toch weer samen doorgaan... Ja, dan kunnen wij als YouTube-koppel natuurlijk niet achterblijven, hè? Nee, dus wij zijn ook gewoon doorgegaan. Ja. Yeah. Dus tot aan de zomervakantie zie je ons nog steeds op je telefoon. Of op je computer. Of op je iPad. Of... Dus we gaan gewoon door met het maken van video's tot de zomer. Maar we hebben wel wat van jullie nodig. Ja, we hebben namelijk jouw hulp nodig. Heb je namelijk een leuk onderwerp? Iets dat je leuk vindt, maar ook iets dat je misschien heel moeilijk vindt? Laat het even weten via YouTube, Facebook, Twitter of Insta. En wellicht komt jouw onderwerp dan voorbij in een van onze video's. Ja, en hoe het kan dat we toch doorgaan is omdat we echt heel veel hulp hebben gekregen van mensen. En die hebben het mogelijk gemaakt om toch nog door te gaan. Dus dat is echt heel tof en daar zijn we super blij mee. Dus even een like voor alle mensen die ons hebben geholpen. Want mede dankzij hen kunnen we door. Sowieso ook een like voor jullie allemaal. Want jullie hebben zulke leuke reacties achtergelaten. De meeste dan. Niet de haters. Dan doe ik wel piep, dan doe ik wel erbij. Nou, super bedankt dus. Als je nog niet hebt geabonneerd, zou het fijn zijn als je je abonneert. En we hebben wel... Het zou fijn zijn. Abonneer nu op youtube.com/beengeflipt. Dat is het verschil tussen meester Christian en ik. Maar we hebben wel echt toffe dingen na de kerstvakantie gepland, hè? Ja, dus to be continued. To be continued. Vonden jullie het overtuigend? Leek het net alsof je van Marijke echt verdrietig was?